Lino. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ja, het is een nieuwe vlog van Mattia. Leuk dat jullie kijken. En ik hoop dat het vandaag een leuke dag wordt. Ja, nou, gisteren was een super leuk dag. En gisteren heb ik gewandeld op het strand. Het was leuk. Ik hoop dat het wat leuker overkomt dan mijn verhaal. Maar vandaag willen we er toch net zo'n leuke dag van maken. We zijn in Zeeland. Westkapelle. En we gaan lekker. Het is heerlijk weer. Het gaat wel. Het is niet heel vervelend weer. Heerlijk. Het gaat wel. Het is kei lekker weer. De zon schijnt. Mathias zegt kei lekker. Het is wel oké. Het is wel oké weer. Waar is Luno? Heb jij ook nog wat te zeggen? Nee, want... ik heb niks aan toe te voegen. Nee, ik heb ook niks meer toe te voegen. Okay. Nou, let's go! We gaan wandelen. In dit wel oké weer van Nicky. Nicky heeft de vlog gemold. Oh nee, de camera. Maar gelukkig deed hij het weer. Dus nu kunnen we vloggen. Maar de hele vlog is weg. Ja! Ja, wat ik dus wilde zeggen is dat mijn camera eventjes tijdelijk kapot was. Hij is nog steeds niet helemaal goed, want die belichting is verkeerd. Maar we zijn inmiddels onderweg terug naar Gouden. Dus het weekendje weg zit er weer op. We zijn weer thuis in ons prachtige huis. Ik ben zo blij. Het is zo leuk om thuis te komen in dit huis. En er was een pakketje. Dus die ga ik eens even uitpakken. Ik ben heel benieuwd wat erin zit, want ik heb niks besteld. Dat weet je toch niet? Want dezelfde zit erin. Oh, joh, mensen zijn. Zou het een kerstpakket zijn? Zo spannend. Spannend. Nee, het is een bakpakket. Oh, dit is leuk. Dit is van Destiny 2. Daar had ik toch dat kookboek van gekregen. En daar zitten allemaal kookspullen bij. Oeh, dat is leuk. Dit is een in-game event tot 5 januari. Gingerbread Day. Oh nee. Ja, maar nu ga ik de pyramid ship creëren. Oh god. Dit is wel heel grappig. Oké. To be continued. Een hele goede morgen. Het is alweer de volgende dag. Maandag. En dat betekent dat vandaag mijn 4 dagen offline erop zitten. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt super veel zin om te streamen. Ik heb iedereen echt mega erg gemist. Dus ik kan niet wachten tot het dadelijk 12 uur is dat ik live kan gaan. Ik ben vanochtend eventjes naar de winkel gegaan. Kerstpakketjes weggebracht voor de mods, wat ik al eerder had verteld. Die zijn nu op de post. Ik denk dat ze niet voor kerst komen. Sorry, mods. Maar ze zijn onderweg. Wat ik heb gehaald, ik had dus al mijn kerstboodschappen natuurlijk gedaan. Maar ik heb een vrij alcoholvrije familie. Mijn vader drinkt niet, omdat hij aan de medicijnen zit natuurlijk. En mijn broer drinkt al jaren niet meer. Maar mijn broer drinkt echt wel heel vaak alcoholvrij Heineken, vindt hij dan de lekkerste. Maar tegenwoordig Leffe 0.0 ook. Dus daar heb ik er 6 van gehaald, want ik denk niet dat hij er 6 gaat drinken. En dan heb ik gewoon een 12-pack van Heineken 0.0. En mijn moeder had al alcoholvrij rosé gehaald voor onze zwangere Anne natuurlijk. Dus die dingetjes heb ik nog even gehaald bij de buurtsuper hier. En daar wil ik even iets over zeggen. Het was super rustig, dus dat vond ik ook wel fijn. Dat ik alsnog op tijd wel was met mijn kerstboodschappen. En er was, ze hadden bijvoorbeeld Savoye kool. Dat kon ik ook bij de Lidl ook niet vinden. Maar hier bij de buurt super ook niet. Dus ik zei, ligt er ergens Savoye kool? Toen zei hij, oh nee, dat heb ik niet. Maar dat kan ik wel bestellen hoor, dan is het morgen binnen. Ik zeg, oh, nou dat zou wel heel fijn zijn. Dus dat is, ja, ik weet niet. Dat gebeurt niet zomaar bij een gewone supermarkt, heb ik het idee. Want daar werken vaak... Jij die kijkt naar deze vlog werkt waarschijnlijk bij de Albert Heijn of bij de Jumbo. Maar ja, sorry, maar bij de Jumbo en de Aldi, Albert Heijn werken gewoon vaak studenten, jongeren. Maar bij deze buurtsuper werken gewoon oudere mensen. Gewoon niet als bijbaan, maar gewoon echt als hun vaste baan. En ik heb gewoon een beetje het idee dat er dan iets meer passie of zo voor hun werk is, want ik ging ook bij de slager even vragen of ze spekplaat hadden voor de vulling van de kalkoen.
En toen zei hij zo, ja, wat kan je er precies mee doen? Ik zeg, nou, voor de kalkoen willen. Zei hij, oh, misschien is het dan lekkerder als je vleesparaat doet. Er zit ook genoeg spek aan, maar er zit iets meer vlees aan. En dat is toch wat lekkerder. Ik zeg, nou, als jij dat zegt, dan geloof ik dat helemaal. En ik vind dat wel echt een service wat je bij, nou ja, dat hoef je bij de slager, bij de Jumbo echt niet te verwachten. In ieder geval niet bij de Jumbo hier in het dorp. Misschien bij van die grote Jumbo's. Maar hier, nee, dat gebeurt niet. Dus dat wou ik even kwijt aan de vlog. Dat ik dat echt een fijne service geef, vind. En dat ik ook wel eigenlijk vaker daar moet boodschappen doen. Want als ik dat niet doe en iedereen doet dat niet, dan gaan ze natuurlijk nooit overleven. Nu in deze tijd wel natuurlijk, want de supermarkten draaien overuren. Maar in de slechte tijden. Dus dat is een note to myself. Vaker bij de buurt super boodschappen doen. Hey jongens, er is een heel memorabel moment. De koelkast die ik dacht nooit vol te krijgen, heb ik vol gekregen, jongens. Oké, er staat wel echt veel te veel bier hier in de koelkast. Maar het waren twee schappen speciaal bier. Joejoe, maar de rest is ook vol. En als je denkt, oh, maar je vriezer dan? Heb ik ook vol, want daar zit alle verse groenten in voor de kerst. Lekker hoor, we hebben hem vol gekregen. Het is ons gelukt. Met voornamelijk drank. 2020 is zo slecht nog niet.
volgende kandidaat. Ik kijk even op de achtergrond. Wie is de mol? Wie de kandidaten zijn. Ik zal hem even wat zachter zetten. Want ik heb vandaag een pakketje op stream gekregen. Ik denk dat ik gewoon even de stream erbij ga pakken. Want er zit zoveel leuks bij. Dat het een beetje te veel is om op mijn vlog. Ja, het is leuker als je ziet hoe ik het uitpak. Dus dat voeg ik wel in.